Dit is een bespreking van het vierde stukje van paragraaf 12 van boek 23. In het onmiddellijk voorafgaande heeft Hanno de Carthagers gewaarschuwd, pas nou op dat die vreugde over de overwinning van Hannibal bij Cannae jullie niet naar het hoofd stijgt en dat die vreugde ervoor zorgt dat je domme dingen gaat doen. Vraag je nu eerst eens af waarop die vreugde eigenlijk gebaseerd is. Quai slaat terug op Laetitia in het voorafgaande en die vreugde echter nu ook. Qualis est, hoedanig is die eigenlijk? Wat is dat eigenlijk voor vreugde? Zijn we wel terecht blij? Vraagt Hanno zich af. Occidi, perfectum van occidere is doden. Ik heb gedood. Exercitus moet een accusatieve zijn, is dus meervoud van groep 4. Ik heb de legers gedood van de vijanden. Hanno voert hier een fictieve spreker op en die fictieve spreker is Hannibal. Dus Hannibal zegt, ik heb de legers van de vijanden gedood. Mittite milites mihi. Opvallende alliteratie, jullie moeten sturen soldaten aan mij. En daar stelt Hanno een vraag bij, quid alius rogares, quid rogares, wat zou je anders vragen? Een conjunctief is die je niet werkelijkheid aangeeft. Wat zou je aliud anders vragen? Si esses victus, als je overwonnen zou zijn geweest. Met andere woorden, als je verloren hebt, dan vraag je ook om soldaten. Hannibal neemt weer zogenaamd het woord. Capi, ik heb ingenomen. Twee kampen, Bina Castra, een Castra is een legerkamp, een Bina is telkens twee. Ik heb twee legerkampen ingenomen, hostium van de vijanden. En dan vult Hanno aan, natuurlijk, wie delicat, zijn die legerkampen plena vol van buit en van proviant, dus van eten. En dan vraagt Hannibal, zegt Hanno, date, geef mij, jullie moeten geven, en mij is hier niet uitgedrukt, geef koren en geld. Maar als je gewonnen hebt, dan heb je toch helemaal geen koren en geld nodig. Dus Hanno stelt opnieuw de vraag, quid alius peteres, dat hoort bij elkaar, wat anders zou je vragen als, anafoor, als SS, als je zou zijn, beroofd, geplunderd. Als je zou zijn, beroofd, uitgekleed letterlijk, van je legerkamp. Als je zelf verloren had, zou je dezelfde vraag stellen, zegt Hanno. Dus laten we ons nu eens afvragen wat die vreugde eigenlijk inhoudt, of we wel terecht blij zijn. En dan gaat die Mago en die Milko een vraag stellen. En, nee, Opdat ik niet. Het werkwoord wat daarbij hoort, dat is mirer, mirari, deponens, wat zich verwonderen of zich verwonderen over betekent. Opdat ik mij niet verwonder zelf over omnia, over alle dingen, over, alle, over alles. Mihi quoque enim est. Mihi est hoort bij elkaar. Aan mij is, ik heb vertaald met ik heb, ook aan mij is, immers. Daar staat ook. Is immers. Jus fasque, dat is het onderwerp van est. Jus en fas betekenen allebei recht. Jus is het menselijk recht en fas is het goddelijk recht. Dus ook ik heb volgens de wet het recht om te spreken en mag van de goden iets zeggen. Ik heb het recht om te interrogaren, om vragen te stellen, om te ondervragen die twee anderen. Ik mag een wedervraag stellen. Aangezien ik geantwoord heb aan Himilco. Dus ik heb Himilco nu zijn vraag beantwoord. En nu ga ik een wedervraag stellen, zegt Hanno. En dan stelt hij zijn vraag. Velim is de conjunctivus van vellen, willen. Ik zou willen. En dan van dat velim hangt de conjunctivus respondiat af. Ik zou willen dat antwoord. Sui, sui, het zij, Himilco, het zij, Mago. Wieder antwoord kan me niet schelen, maar ik zou graag een antwoord willen hebben op de volgende vraag. Aangezien, omdat, pugnatum sit, dat is de conjunctivus die afhangt van cum, omdat er gestreden is, ad cannas, bij cannae,
tot de internekionem, dat is internekio is een sterk woord, tot de totale vernietiging van het Romeinse imperium, van de Romeinse heerschappij. Dat had Mago bericht, Rome is niet meer. Omdat er immers gestreden is, zegt Mago, tot de totale vernietiging van het Romeinse Rijk bij Cannae. En omdat het vaststaat aan de conjunctivus constet, kun je zien dat die nog afhangt van cum. En aangezien het vaststaat, Italiam esse, ACI, dat Italië is, dat heel Italië is in defectione, in afvalligheid staat er letterlijk, dat heel Italië afvallig is, zou ik wel eens willen weten. Primum de inde, ik zou twee dingen willen weten. Ten eerste of en vervolgens of. Ten eerste of defecerit is overgelopen, defecere betekent overlopen, of onderwerp is populus, of er enig volk, letterlijk van de Latijnse naam, of er enig volk van de Latijnse naam, dat zijn de meest trouwe bondgenoten van Rome, worden daar natuurlijk mee bedoeld, of er enig volk van de Latijnse naam is overgelopen naar ons. En vervolgens zou ik willen vragen, of er een of andere homo, een of andere man, een of andere mens uit de districten, uit de 35 districten, dat zijn echte Romeinen, dat zijn mensen die in Rome, in een van de 35 districten van Rome zelf wonen, of er een mens uit een van de 35 districten van Rome zelf, transfugeriet, betekent ongeveer hetzelfde als defecerit, is overgelopen, is gevlucht, ad Hannibalem. Dus Hanno stelt twee vragen. Misschien zijn er steden overgelopen naar ons, maar zijn dat nou echt nauwe bondgenoten van Rome? Zijn dat volkeren Latini nominis van de Latijnse naam? Of misschien zelfs mensen uit Rome zelf, uit de 35 districten van Rome zelf? Hanno weet waarschijnlijk natuurlijk het antwoord al, namelijk dat is niet het geval. Dus Hanno vraagt zich af, moeten we wel blij zijn met die overlopende volkeren? Want dat zijn niet de echte trouwe bondgenoten van Rome.